Sneeuwwitje. Er was eens een prinses met een gouden hartje. Ze was rein van geweten en blank van ziel. Zo smetteloos, zo zuiver, dat er geen vlekje te ontdekken viel. Net als op vers gevallen sneeuw. En daarom noemde iedereen haar Sneeuwwitje. Sneeuwwitje woonde in een paleis bij haar stiefmoeder. Het was een naar mens, een echte boze koningin. Bovendien was ze vreselijk trots. Ze was dan ook wel de mooiste vrouw van het land. Haar toverspiegel vertelde haar dat bijna elke dag. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de schoonste van heel het land? Uw trouw het spiegel toont het nu. De schoonste van het land bent u. Dat wist ik wel. Ik ben vreselijk mooi. Oh, wat ben ik mooi. Iedereen moet wel van me houden. Maar dat was niet zo, hoor. Door haar trotsheid hielden de meeste mensen niet van haar. Sneeuwwitje groeide op en op een dag was ze een stralende schoonheid. Maar de koningin wist al gauw dat Sneeuwwitje mooi was geworden. Want toen zij op een dag weer voor de toverspiegel stond... Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste van het land? Uw trouwe spiegel toont nu de schoonste van het land, niet u. Wat? Een ander beeld in de spiegel. Maar dat lijkt Sneeuwwitje wel. Dat is het toppunt. De boze koningin riep de jager van het hof en zei... Jij, beste man, jij neemt Sneeuwwitje mee naar het grote bos. En daar schiet je Sneeuwwitje dood. Maar majesteit... Stil, kerel. Doe wat ik zeg. Ik ben de koningin. De jager nam Sneeuwwitje mee naar het grote bos. Maar kon het niet over zijn hart verkrijgen... het prinsesje met het gouden hartje dood te schieten. Hij liet haar vluchten. Red je, kind. Ik kan je niet verder helpen. Sneeuwwitje was vreselijk geschrokken en rende weg. Oh, wat ben ik vreselijk geschrokken. Ik kan haast niet meer. Wat zou ik graag even willen rusten. Maar wat zie ik daar? Dat lijkt wel een huisje. Een kabouterhuisje. Ik zal er eens aankloppen. Niemand doet open. Oh, de deur zit niet op slot. Ik zal maar eens naar binnen gaan om te kijken. Sneeuwwitje ging naar binnen. Ze zag 7 kleine stoeltjes bij een lange tafel. Op die tafel stonden 7 bordjes met 7 broodjes. 7 vorkjes lagen erbij. Ze besloot even te gaan zitten en van elk broodje een hapje te nemen. Daarna ging ze verder op onderzoek uit in het huisje. Ze vond 7 bedjes. En omdat ze moe was, schoof ze een paar bedjes bij elkaar en ging slapen. Een paar uur later kwamen er 7 dwergen, want die woonden in dat huisje, aanmarcheren. Ze deden de deur open en... Nee, maar wie heeft er op een stoeltje gezeten? Wie heeft er van mijn bordje gegeten? Wie heeft er een hapje van mijn broodje genomen? Wie heeft hem een vorkje gebruikt? Wie slaapt er in mijn bedje? Oh. Kijk nou eens. Wat kijk een lief meisje. Het lijkt wel een prinsesje. Wie zijn jullie? Wij zijn de 7 dwergen. Wat ben jij mooi. Iedereen moet wel van je houden. De boze koningin houdt niet van mij. Ze is mijn stiefmoeder. Houdt de boze koningin niet van je? Wat een naar mens. Je mag bij ons blijven, Sneeuwwitje. Maar als de boze koningin in de buurt is, moet je de deur dicht houden, hoor. En zo kwam Sneeuwwitje bij de 7 dwergen in huis. Ze zorgde voor het ontbijt van de mannetjes, hield het huis schoon, verstelde hun kleren... en voor het avondeten kookte ze elke dag een heerlijk potje. Maar de boze koningin was haar niet vergeten. Op een dag werd er op de deur geklopt toen Sneeuwwitje alleen thuis was. Doe eens open, kind. Ik wil je wat geven. Ik mag de deur niet open doen. Alleen maar op een kiertje, meisje. Ik wil je een appel laten proeven. Dan kun je de dwergen vragen of ze morgen wat appels willen kopen. De dwergen hebben geen geld om appels te kopen. Dan krijgen ze cadeau. Hier, proef maar eens. Goed dan. Sneeuwwitje deed de deur op een kiertje open en pakte de appel aan. Ze proefde, slikte een stuk appel in
en viel dood neer. Het appelvrouwtje was de boze koningin die zich vermomd had en Sneeuwwitje van een vergiftigde appel had laten proeven. Nu was de koningin weer de mooiste van het land. De mooiste van het land bent u. De dwergen marcheerden die avond naar huis. Ze waren blij dat thuis weer een lekker potje wachtte. Maar toen ze thuis kwamen, was de tafel niet gedekt. Ze vonden Sneeuwwitje dood. Zo bedroefd waren ze dat ze 3 uur weenden. Arme Sneeuwwitje. Ze moeten wat voor dat doen. Ja. We zullen haar in een hazenkistje leggen. Ja. 3 dagen hielden de dwergen wacht bij Sneeuwwitje. In het glazen kistje hadden ze haar buiten hun huisje in het bos gezet. En alle dieren van het bos kwamen afscheid nemen. Op de 3e dag... kwam er een prins aanrijden. Hij zag de dwergen en hoorde van hen het verhaal van Sneeuwwitje. Wat is ze mooi. Als ze nog leefde, zou ik graag met haar willen trouwen. De prins bekeek Sneeuwwitje nog eens goed. Maar doordat hij zich te ver boog over het glazen kistje, struikelde hij en gooide het kistje om. Door de schok schoot het stukje appel uit de keel van Sneeuwwitje. Ze beweegt. Ze slaat haar ogen op. Ze leeft nog. Dag, lieve prins. Ik droomde dat je met me wilde trouwen. Ik zou niets liever willen. Sneeuwwitje, wil jij mijn prinsesje worden? En zo trouwde Sneeuwwitje met haar lieve prins. De dwergen werden op de bruiloft genodigd. En de boze koningin... die ontplofte van woede. En iedereen lachte haar nog uit om. Oh.